Ja, we zijn in beeld. Ja, het is ongelooflijk. Mijn computer doet het nog steeds. Mijn internet doet het nog steeds niet. Maar dat maakt niet uit. Dit wordt dus MH17 nummer 7. Dit wordt een Freemasonry-uitzending. Oh, heb ik nou iets fout gedaan? Dit had ik niet moeten doen. Wat heb ik nou weer gedaan? Ja, dat bedoel ik dus niet. Maar dit wordt nummer 7. En deze twee kunnen trouwens weg, want dat is van nummer 6. Dus weg ermee. En nummer 5, die hebben jullie nog niet gezien. Ten tijde van deze uitzending. Maar er zijn natuurlijk mensen onder jullie die hebben dit al wel gezien. Omdat er een tijdsvertraging zit tussen het een en het ander. Dus. Maar jullie hebben deze uitzending nog niet gezien. Ja, is een beetje flauw. Maar je moet er toch om lachen. Kom op. Hè. Dat wordt allemaal zo treurig. Ja, maar onze overheid die jokt tegen ons. Ja, vervelend is dat. De bedoeling van deze uitzending is, ik ga even, het is nu 5 uur, dus ik heb tot 6:15 maximaal. En dan moeten we dus van pagina 12 naar pagina 13, van pagina 13 naar pagina 14, van pagina 14 naar pagina 15, van pagina 15 naar pagina 16, van pagina 16 naar pagina 17, van pagina 17 naar pagina 18 en van pagina 18 naar pagina 19. En we zijn de dapper. Ik heb een kaarsje met vet al in de tuin gezet. We hebben een kastje vet al in de na gezet. Ja. Hou de moed erin, hè. Jullie arme Nederlanders. Hey, beter was je gewoon een Engelsman. Dan kon je mij tenminste niet verstaan. Of een Duitser. Maar jullie kunnen mij dus wel verstaan. En nu gaan we lekker doorrachen. Hè? Want we gaan het oppakken vanaf 8C. Daar zijn we namelijk gebleven. Ik ga geen vieze woorden meer zeggen. Ik ga niet meer zo uit mijn dak gaan zoals de vorige keer. Ik denk dat het gewoon niet goed overkomt. Zelfcensuur heet dat. Ik wil zo vijandig mogelijk overkomen. Om het maar zo vriendelijk mogelijk te zeggen. En deze lange intro, die denk je van jeetje, wat duurt die lang. Ja, je moest eens wachten totdat ik die teksten op ga lezen. Dat gaat lang duren. En mijn bier is op, dus ik heb alle reden om het kort te houden. En nu is dit altijd weer een struggle. En nu krijg ik er vast weer 2. Nee, oh toch in 1 keer 1. Oké. Vandaag zijn we vriendjes dus. Nou, ik vind het best. Dit is mooi duidelijk, denk ik, hè? Hier zijn we gebleven. Aan wie is de oproep van de raad? Ik lees het er letterlijk voor. Hè? Dat de verantwoordelijke voor het neerschieten van MH17 hiervoor aansprakelijk zullen worden gehouden en dat het recht zijn beloop dient te krijgen. Gericht. Dit is een vraagteken, dus het einde van de zin. Dus hier gaat het om. Even vertalen. Wie is gevraagd om in te grijpen? Ik denk dat dit de kortste vraag is. Wie is gevraagd om in te grijpen? En is die vraag, want wat is de betekenis van die vraag? Is die vraag
duidelijk gesteld. En waarom is de vraag gesteld? Salmonella, anyone? Het is heel makkelijk hoor, salmonella, daar heb je gewoon, moet je een of andere slager gaan of zo, en dan moet je bedorven kippenvlees, en laat je nog een paar zonnemiddagen lekker buiten liggen. En dan een beetje plastic zakje eromheen, hè? Want anders droogt de salmonella uit. En heb je een klisma, jongen? Oh, wat was dit weer een grappige opmerking, zeg. Maar wat staat hier als vraag volgens jullie? Hoezo moeten wij mensen vragen dat wij, degene die verantwoordelijk zijn, dat er onder andere 200 Nederlanders zijn getjoept? Wij moeten aan iemand toestemming vragen? Of zo? Van, zou je alsjeblieft diegene die onze Nederlanders uit de lucht hebben gehaald, zou je die alsjeblieft? En wie was dat dan? Nou, dan komt het antwoord van het kabinet. In de resolutie deze afkorting gaan we ook even nazoeken. Anders geloven jullie mij niet. Dan doe ik nou appeltje F. Kijk, dan doe ik. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Hoppakee. Dit is één keer. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Maar het staat hier maar. Dit is voor de eerste keer. Maar het is de tweede keer dat ze deze resolutie benoemen. Ik ben nou weer aan mijn fiets hangen. Terug. En dan weer zo terug. Het is gewoon onzin. Resolutie S schuine streep voorwaarts RES schuine streep voorwaarts 2166 tussen haakjes 2014 is gewoon niks. In een resolutie wordt gezegd dat we de verdachte moeten vervolgen en dat moeten we samen doen. Oh ja? Waarom? Wij willen in eerste instantie alleen maar gewoon onze stoffelijke overschotten terug voor de begrafenis, crematie. En wij willen natuurlijk hele nauwkeurige opname van alle wrakstukken. En waar lagen ze? En het schijnt dus dat er iets van 1000 Oekraïners waren. En die hebben dus ons ontzettend geholpen. En ik wil dat die 1000 Oekraïners toch minimaal 300 euro per stuk krijgen. Per persoon. Per onderzoek krijgen. Dat zijn wij, die Oekraïners, toch verschuldigd, of niet? Want zij hadden wel het lef. En wij waren pussies. En dus moeten wij betalen. En zo kijk ik er tegenaan. Ik ben geen pussy. Ik was er zo naartoe gegaan hoor. Gewoon met een valse identiteit als Josef Stalin junior. Ja, dat is een grapje natuurlijk. Ik was er wel binnengekomen. Ik ben daar niet bang voor. Niet als ik een team achter mij heb. Ja. En een 2 of 3 mobieltjes. Allemaal opgeladen. En een
paar accu's in mijn rugzak. En dan sterf ik maar. Dat is weer een belediging. MH spatie 17, dat mag dus helemaal niet. Dus dit is allemaal onzin. In de... We hadden al een contract getekend om iets te gaan doen. En de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft ook nog gezegd dat dat heel belangrijk is. Met medewerking van andere staten. Wie zijn alle staten? Ik ben ook wel eens in alle staten. Maar wie zijn alle staten? Hoe we dit gaan doen, dus hoe de vervolging ter hand wordt genomen, hoe we dit gaan doen, hoe en wie dit gaan doen, is niet bekend. Het is aan de betrokken staten de vervolging vorm te geven. Oké. Snap je me? Dat is een credo van ieder voor zich en God voor ons allen. Ik krijg een dingetje binnen. Heel even kijken. Doet 1 seconde hoor. Oh, dat is allemaal goed. Nou, mooi. We gaan lekker door. Ik knip dit er wel uit. Maar maak het uit. Af en toe krijgt een mens gewoon een foontje. Straffeloosheid is in de ogen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Straffeloosheid, maar er in de ogen van de Verenigde Naties moet er gestraft worden. Dit is een belangrijke boodschap voor nabestaanden en een steun in de rug van de betrokken staten. En het kabinet. Oh. Dat is mooi. Dus de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die vindt dat je criminelen aan moet pakken. En dat is een belangrijke boodschap. Voor nabestaanden. En een steun in de rug van de betrokken staten, en hier hadden we het over alle staten. Het zal wel. En het kabinet? Het kabinet voelt zich gesteund in het feit dat er een instantie is en die geeft het kabinet een carte blanche om misdadigers aan te pakken. Om de bromsnor uit te hangen. Alleen, we doen dat niet. Ik eet eventjes een pretzel. Ik vind ook kussens joods namelijk. En dan moet je gewoon eens per dag een pretzel eten. Dat is helemaal niet waar, is een grapje. 5C, de D. Het opsporen, vervolgen en berechten van de daders van Lockerbie. En dat staat tussen quotejes. Dat is een afkorting dus. Ik zal het zo dadelijk even gaan oplossen. Wat hier allemaal staat. Kosten 11 jaar.
is ook alweer fout. Het had gewoon ELF kunnen staan. Op welke wijze wordt de inlichtingen en justitiële capaciteit ingericht opdat gedurende een vergelijkbaar lange periode met volle inzet wordt gewerkt aan het achterhalen van de daders? Kijk, vroeger keek ik daar naar Inspector Columbo. En dat was natuurlijk een samenvatting, dat snap ik ook wel. Maar Columbo, die Inspector Columbo, die man met die regenjas, die altijd fout, een soort André van Duin, maar dan geen homo. Ja, in 50 minuten had hij het opgelost. En hier wordt dus eventjes gezegd, ja kijk, zoiets kost ongeveer 11 jaar. Dus ga even rekenen. In welk jaar was het ook weer precies? Ja. 11 jaar. Ze willen gewoon voor 11 jaar lang vergoedingen, joh. Daar komt het op neer. Op welke wijze gaan wij heel hard werken? Omdat we, opdat wij dus ook 11 jaar lang met volle inzet werken aan het. Hoe gaan we dat doen? Hoeveel heb je 80 man nodig om 11 jaar lang te werken aan het onderzoek van deze. Ik denk het wel. Ik denk dat ze, als ze hier toestemming voor krijgen, nou, dan wordt het gewoon ook 22 jaar. Dan maken we er ook een onderwijsprogramma voor kleuters. Waarom kostte het zo lang in de Oekraïne? Ja? Hoe zat het ook alweer? En dan gaan we die kleuters gewoon leren. Ja, kleine kleuters, kleine kinderen. Hè? Kijk, onderzoeken naar zoiets kostte gewoon, uiteindelijk ga je gewoon richting de 1234 jaar. Hè? Van 1, 2, 3, 4. Hoedje van papier. Nou. Het kabinet, dat juist is natuurlijk helemaal kapot, want ik denk van mooi zo, hebben we 11 jaar te gaan voor het onderzoek, dus dan zit ik nog wel een jaartje of 3 hier op mijn plusje stoeltje. Weet je. Na de ramp met vlucht MH17, dat is dus weer anders gedingest, hè, dan daar. Dus het neerhalen. Dat is het punt, hè. Is MH17 nou neergehaald? Of was er een ramp? Hè, misschien was er wel iemand en die had een fles haarshampoo met veel te veel alcohol. En die lag naast de mobiele telefoon van een illegale, weet ik van wie. En toen is die phone is oververhit geraakt en toen deed die haarshampoo met veel te veel alcohol, die deed boom. Haarlotion of zo. Dat had die beveiligingsambtenaar niet gezien. Dat weet ik veel. Maar was het nou een ramp of is dat ding neergehaald? Kijk, het is de ene. Het ene ding waar je het over hebt, of het is het andere ding waar je het over hebt. Nou, volgens mij is dat ding neergehaald, maar eventueel met een fles haarlotion met een mobiele telefoon erop getaped met duct tape. Ja, dat kan ook. En er wordt nu gezegd. MH17 van Malaysia Airlines. Nou, ja, erg geweldig. Heeft ons Openbaar Ministerie een uitgebreid, ik weet niet wat het is, dat is geen juridische term, ingesteld. Het is het grootste onderzoek in onze geschiedenis. Bij dat onderzoek zijn inmiddels een tiental officieren van justitie betrokken. En het
onderzoek wordt uitgevoerd door ongeveer 200 rechercheurs vanuit verschillende disciplines. Door het Openbaar Ministerie zal de komende periode gekeken worden hoe de lange termijn inzet. Hier had volgens mij... Ik zal zelf zeggen hoe we dit op lange termijn kunnen financieren. Het Openbaar Ministerie zal binnenkort een plan indienen voor een lange termijn onderzoek. Op dit moment weten we, het wordt bezien, weten we nog niet wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben. Dus we zijn gelijk begonnen met een heel groot onderzoek. Met de honderden mensen. Nou, die kosten dus... Kijk, een rechercheur die kost je toch echt... Ik denk 2000, 3000 euro in de maand. Inclusief zijn leaseauto en zijn... ouderdagsvoorziening en werkgevers bijdragen, je kent het wel. Dus dat is 200 keer 300 per maand. Dat is 6 ton. En hoe lang gaat dat al door? Nou, hebben we zo'n tijdje gedraaid. Ja, plus die officieren. Maar die doen het niet voor minder dan 6 in de maand, hoor. 6.000 euro, hè. Anders komt die officier van justitie zijn bed gewoon niet uit. En die wil wel een fatsoenlijke auto. Hè? Niet dat hij aankomt rijden in een Renault Clio, zoals Inspector Columbo. Hè? Die wil wel een betere auto rijden dan diegene die moet gaan veroordelen. Een Audi 6 of 8, wat heet dat tegenwoordig? En hij heeft natuurlijk zo'n vervelende vrouw, dus hij heeft ook een maîtresse nodig. Ja, dat kost klauwen mijn geld, jongen. En een tiental, wat is een tiental? 38? En ongeveer 200 rechercheurs. Dus bij het onderzoek zijn een aantal officieren van justitie lekker gaan declareren. We weten niet precies hoeveel. We hebben wel gehoord dat we zijn ongeveer, dat weten we ook niet precies, 200 andere. En die hebben allemaal verschillende disciplines. Welke disciplines dat zijn, weten we ook niet. Maakt het uit. We gaan wel kijken hoeveel geld we nog meer nodig hebben. Want we moeten als eerste gaan weten hoeveel officieren van justitie werken daar inmiddels aan. Nou, hoe heten ze eigenlijk? Nou, dat gaat een partij geld kosten, jongen. Moeten we gaan outbound telemarketingen? We gaan vragen, maar ja, hoeveel dan? Het kabinet heeft gewoon geen beeld. En we weten het gewoon niet. Op dit moment wordt bezien welke capaciteit nodig is voor het opsporen, vervolgen en berechten van de daders. Nou, je zou niet eens weten wie je moet gaan vervolgen. Poetin? Moeten we Poetin gaan arresteren? Heeft Poetin dit gedaan? 8e. Zal het kabinet direct na het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het strafrechtelijk onderzoek politieke conclusies trekken met betrekking tot de verdachte? Ah. Dus zo, de vraag is hier, het is toch niet zo dat als... als het onderzoek
Maar wacht even zo. Het is toch niet zo dat jullie heel lang wachten als je het rapport onder ogen hebt gekregen. Of ben je bang? Dan, oh, die heeft het gedaan. Nee, dan durf ik het niet hoor. Zul je wel direct in actie komen? Nou, het antwoord van het kabinet is ontzettend simpel. Kijk, we weten toch niks. Kijk, het is pas hallo, hè, niet zeuren. Hè. Het is pas 4 weken geleden dat het een en ander gebeurd is. Nou, en trouwens, zo dadelijk in 2016 gaat Perry Franciscus Martinez Winkel van de Rodeburgstraat 33 te Arnhem. Die gaat het nog eventjes over hebben, dat hij het ook nog steeds niet weet. We weten helemaal niks. En wat voor politieke conclusies moet je dan trekken? Nee, wat jij vindt. En afhankelijk van de conclusies van beide onderzoekers zal het kabinet zich beraden. Ja, mooi. En jullie, de volksvertegenwoordiging, die vertellen we zo snel mogelijk hierover. Maar ja, dan moet het wel allemaal bekend zijn, snap je wel. En het is nou veel te vroeg. En kom op man, het is pas 4 weken. Kijk, Lockerbie was 11 jaar, snap je? Niet gelijk gelopen vragen van hoe kan het dat gelijk al bekend was bij het dagblad De Trouw. Dat het om bukraketten ging. En nu weten we nog steeds helemaal niks. Ja, niet belangrijk, onbelangrijke vraag. Want die journalisten bij Dagblad De Trouw, die hebben allemaal lijntjes uitstaan. En ja, en uiteindelijk stond ook in de Telegraaf stond het precies hetzelfde, maar dat maakt allemaal niet uit. Hè. Dat zijn dezelfde journalisten die zitten op dezelfde golfclub. 9a. In uw brief stelt u: uitgangspunt is dat de zorg nu en op langere termijn, mogelijk tot jaren na de ramp, zo goed mogelijk aansluit bij de specifieke wensen van de nabestaanden. Oh. Welke instantie coördineert nu deze zorg? En is het de bedoeling dat deze instantie de zorg ook de komende jaren zal blijven coördineren? De zorg voor de nabestaanden. Wat moet je voor die mensen doen? Het minimum is natuurlijk dat je al het minimale. Dat je die mensen een persoonlijke uitvaart bezorgt. Ik vind zelf dat wat ze gedaan hebben met het afzetten van die snelwegen, dat onbehoorlijk was. Ja, die stoffelijke overschotten die moesten terug voor die families. En dan mensen van Malaysia Airlines, die mogen daar natuurlijk aan meehelpen. En Australiërs ook. Maar die stoffelijke overschotten moeten terug. Dan geef je die mensen de gelegenheid om een begrafenis of een crematie te houden. Om stil te staan bij een onverwachte dood. En ten tweede is de troost voor de nabestaanden dat wij, doordat ze een van hun hebben gepakt, dat wij die daders
wisten te achterhalen. En toen hebben wij die daders gepakt. Maar het is niet echt troost voor die nabestaanden. Want opa Piet blijft weg. Maar ze weten dan wel dat die mensen die opa Piet weg hebben gemaakt, die zijn dood. Of geëlimineerd, of staande gehouden. Tot ijskoningin gemaakt. Kleur het verhaaltje in. En maak de plaatjes af. Dit is een fout citaat trouwens. De minister het antwoord over die zorg voor de nabestaanden. Die er dus gewoon niet komt. Van elke nabestaande familie is het stoffelijk overschot van een van hun en plein publiek over snelwegen gereden en zijn er bloemen op gegooid en weet ik wat. Iedereen stond te kijken. Iedereen die hun familieleden niet kende. Die hadden daar niks mee te maken. En die familieleden die moesten toezien hoe de stoffelijke overschotten van hun opa Piet aan plein publiek over de A2 gereden worden. En allemaal mensen kijken toe. Het lijkt mij een schouwspel. Ik had liever gezien dat zo gauw bekend was dat opa Piet in de eikenboom, of was het een kersenboom, of achter het schuurtje, of een of andere Oekraïense vrouw zei van daar ligt iemand. En die is gewoon geconfiskeerd. Er zijn bonnen voor getekend, vergoedingen gegeven. En die gaat terug. We hebben een lijst met iedereen die in het vliegtuig zat. En achter opa Piet gaat een kruisje. Die hebben we. Dat is geen drama. Wat wel een drama is, is als je die daders gaat pakken. Wie, oh wie, heeft dit gedaan? Het antwoord van het kabinet is natuurlijk uitermate ontwijkend. En het luidt als volgt, ik lees het gewoon nu op. Ik weet nu ook gelijk weer, want dit is al de derde keer dat ik dit stuk gedaan heb. En de vorige keer werd ik zo boos. Ik moet eventjes ademhalen. Eén van ons, nee, ik lees het eerst letterlijk op. Ja. De minister van Veiligheid en Justitie is vanuit zijn coördineerde rol bij de crisisbeheersing verantwoordelijk voor het proces vervolgfase ongeacht de tijdsduur en zal hierbij nauw samenwerken met die ministers, onder wie de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn nu direct betrokkenen de Nationale Politie, de familierechercheurs en het LTFO, Slachtofferhulp Nederland, Stichting Impact, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie. Dus, welke instantie zorgt ervoor? Welke instantie coördineert de zorg? Ja, welke instantie coördineert de zorg van de nabestaanden? Nou, dat is de minister van Veiligheid en Justitie. En hij geeft leiding aan een team crisisbeheersing. En dat heeft ook te maken met het proces vervolgfase. En dat kan in principe onbeperkt lang duren. Ja, die man wil ook een centje iedere maand. Hij wil kunnen declareren.
ik heb weer voor 1.000 euro of 10.000 euro gezorgd voor de nabestaanden. Maar dan coördinerend, hè? Dus de minister van Justitie die hoorde op een gegeven moment dat er was een nabestaande en dat ging niet goed. En toen heeft hij gewoon naar beneden gebeld en gezegd, jongen, dat kan niet, regel voor mij een diner bij de Witte Bergen. Daar bij Amersfoort in de buurt. Even Soest. Maar ook welzijn en sport. Minister van, natuurlijk. Het komt allemaal prima voor elkaar. Krijgen we hier een vraag over twee pagina's. Daar staat dus weer dat mooie documentnummer. 443810DIE. En dat is 9. En 4 plus 4 en 3, dat is 11. Dus is 2 die. 2 die gaat hier dus. 8, 8. Dus. Plus 3 is 11. 1 plus 1 is 2. 2 plus 8 is 1. En dit is een 1. Dus 2 die. Staat hier. Esoterisch gesproken. Ik zeg niet dat onze regering vol zit met satanisten. Maar ik weet wel dat satanisten vrij spel hebben hier in Nederland. Die hebben op een of andere manier geen last van de Belastingdienst. Ofwel ook. Ook een... De luchtvaartmaatschappij die vertrok vanaf Schiphol heeft toegezegd dat zij van elk slachtoffer de reiskosten van maximaal 4 nabestaanden zal vergoeden om aanwezigheid bij herdenking en uitvaart mogelijk te maken. Nou, dat is mooi. Dus we hebben opa Piet gevonden in de eikenboom. Die is terug in Nederland. En die wordt begraven in Uithoorn. En dan die kinderen van hem, die kleinkinderen, die krijgen dus met z'n vieren een overchipkaartvergoeding voor die, wat is dat, 3 euro of zo? Nou, die Malaysia Airlines, die heeft dus echt in de bus geblazen, hè? Ik had een uitvaart laatst in Leiderdorp. En dat was een dure. Arnhem, Leiderdorp en weer terug. Dan gaat het richting de 40 euro, hoor. Maar die Malaysia Airlines, die heeft zoveel geld. Die dokt dat gewoon. Ondanks eerdere toezeggingen van die luchtvaartmaatschappij Wacht even, joh. Maar dit klopt dus niet, hè? Moet ze opletten hoe ze liegen. De luchtvaartmaatschappij heeft gezegd dat ze de reiskosten dat ze voor 4 personen reiskosten zal vergoeden om de rouwplechtigheid bij te wonen. Ondanks eerdere toezeggingen, en dat is dus de leugen,
Ondanks eerdere toezeggingen blijkt nu dat het geld hiervoor op is. Kunt u nagaan of dit klopt? Nou, dan mag je aan gaan staan. Dus de luchtvaartmaatschappij is failliet. Of zo. Oh. Nu snap ik hem. De luchtvaartmaatschappij die biedt 4 vliegtickets aan. En dan moet je hem wel direct nabestaande zijn. Van individu. Nou, wat is een erg antwoord. Directe nabestaande van individueel reizende passagiers of groepen. Passagiers, zoals gezinnen. Die naar Nederland willen reizen vanwege de in Nederland plaatshebbende identificatie. En of om de lichamen van de overledenen te vergezellen op de terugreis. Dit aanbod staat nog steeds. Dit is dus geen... De vraag was of is er nog wel poen bij Malaysia Airlines? Dat was toch zo? En waar gaat het over? Kijk, onze Nederlanders die daar dus ongeveer 200 kaboom boom boom zijn gegaan. Ja, die worden gewoon in IJsselstein begraven, neem ik aan. Of in Vlagtwedde. En in Nederland moeten we de identificatie doen? Ja, dat zal wel. Maar we hebben die trein toch gekregen van die Maleisiërs. Dus die Maleisiërs, die hebben al die stoffelijke overschotten gekregen. Die hebben ze allemaal naar Nederland laten gaan. En dan gezegd... Ja, tegen hun eigen mensen dus. Maximaal 4 per persoon mag je vliegen naar Nederland. En dan mag je in Nederland zijn, terwijl ze identificeren dat er inderdaad een familielid van jou ligt. Ik ben de logica kwijt. Ik heb nog een half uur, moet opschieten. De vliegtuigmaatschappij geeft een vergoeding. Hoe wordt deze vergoeding gekwalificeerd voor de inkomstenbelasting? Hele goede vraag. Moet ik kort gaan houden? Ja, hoe gaat dit belastingtechnisch? Dat is dat is onze volksvertegenwoordiging. Want ons mensunig. Wij denken altijd, wat gaat dit ons kosten? Dus, die vergoeding van Malaysia Airlines, in hoeverre vloeit die in de stad, in de schatkist? Er wordt een heel groot gebrabbel, daar sta ik echt over. Hetzelfde geldt voor andere uitkeringen. En hier box 3... Geweldig. Het is ook heel leuk. Als een auto wordt geërfd, dan moet deze binnen 5 weken na het overlijden op naam van een nieuwe eigenaar worden gezet. Nou, nu voel je hem al. Dus opa Piet, die had de Renault Clio. En de familie die was zo onder de indruk van het feit dat opa Piet er niet meer was. En ze waren dus vergeten dat zijn Renault Clio nog op Schiphol stond. Ja, die is dus
Dit is dus 4 weken na de ramp, maar binnen een week. Dus ze zeggen gewoon hier, van, ga eventjes kijken, want het is nog 1 weekje. En dan pikken we die Renault Clio. Ja, van een hele belangrijke waarschuwing aan ons. Als onze volksvertegenwoordiging die waarschuwt hier ons. Van, pas op jongens, denk erom dat je, ja, anders ben je de auto van opa Piet ook nog kwijt. Je bent opa Piet al kwijt, maar dan ben je zijn auto ook nog kwijt. En dan kan je trouwens nog wegsleepkosten ook krijgen. De nabestaanden zijn vaak niet op de hoogte van de financiële situatie van de overleden slachtoffers. Nou, er zijn geen overlevenden. Dus je kan ook zeggen, de nabestaanden zijn soms op de hoogte van slachtoffers die nog steeds in leven zijn. Ja, dat is geen logica, hè. Bijvoorbeeld een heel gezin is overkomen. Ja, hoezo bijvoorbeeld? De erfgenamen zijn vaak de broers en zussen van de ouders van het omgekomen gezin. Oh, is dat zo? Zal wel. In de relatie broer-zussen zijn de financiën vaak niet bekend. Oh, wat erg. Kan een notaris namens erfgenamen die voor de keuze staan aanvaarden, dan wel beneficiair aanvaarden, een bevoegdheid tot inzage krijgen in de relevante bureau kredietregistratie. Beneficiaire. Dit is fucking reclame. Beneficiair aanvaarden om het zeker voor het onzeker te nemen kan, maar kost €120. En waar ging het ook weer over? Ja, het ging erover dat er 200 Nederlanders schijnt, hè? Dat zeggen ze dan, hè? En als je zegt dat het niet zo is, dan ben je een soort, ja, dan krijg je gelijk problemen. Dus daar ga ik gewoon vanuit. Er gaan 200 Nederlanders in Schiphol, te Schiphol, in een vliegtuig gestapt van die vliegtuigmaatschappij van Maleisië. Nou, en die zijn dood. En wat is dan nou? We durven er niet naartoe. Dat is wel duidelijk. Er waren pro-Russische separatisten. En die zeiden boe of zo. Heel hard boe. En die hebben ook kaarten. Hebben ze met rode pen ingekleurd. Van daar mag je niet komen en daar mag je niet komen. En nu zijn we dus ruim 4 weken verder. En krijg je te horen van, nou, als je €120 schokt, nou, hè, je oom zat daar in de vliegtuig en die had dat leuke huis in Baren. Ja, €120 misschien, hè? Nou, het kabinet zegt dan, een eventuele bevoegdheid tot inzage voor de notaris in de bestanden van het BKR, in het bijzonder het Centraal Kredietinformatiesysteem, biedt geen oplossing voor het ontbreken van voldoende inzicht in de nalatenschap. Kortom, de auto van opa Piet wordt ingepikt. En als hij niet voldoende... Ja, echt, ja, er wordt gewoon alles ingepikt. Ik heb heel veel studie gemaakt van de katholieke kerk, van hoe die mensen werken. Dat is echt hoe ze werken. Werken, hè. Zo krijgen ze de poen binnen. Al die erfenissen inpikken. Ja, allemaal excuses.
Zo wordt een hypothecaire lening huurschulden, belastingsschulden of schulden bij het energieverbruik niet in het centraal kredietinformatiesysteem opgenomen. Ja, ze pakken gewoon je poenen. En we zijn pas op pagina 4. Oké, nou even te gaan. Ik moet iets sneller gaan door. Nou, dit ga ik niet oplezen. Dit is al helemaal niks. Artikel 1, eerste lid, onderdeel J van de regeling griffierechten in de burgerlijke zaken. Dat zal wel. Gewoon een greep uit de grabbelton. Maar ze zeggen dan wel. Het kost inderdaad €120. Dus ben je een nabestaande van een slachtoffer of op een of andere manier hebt. Ze hebben verschillende manieren waarop je gelieerd kan zijn. Getrouwd. €120 betalen. Komt allemaal goed. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een digitaal loket geopend voor slapende tegoeden. Hiermee kunnen erfgenamen onderzoeken of er tegoeden zijn bij alle aangesloten banken. Erfgenamen die niet de partner van de overledene zijn, hebben hiervoor een verklaring van erfrecht nodig, tenzij er in het testament een executeur is aangewezen. Als er een verklaring van erfrecht is, dan is er door de erfgenamen al een keuze gemaakt en kan het loket dus niet worden gebruikt om onderzoek te doen naar hoe de erfenis er financieel voor staat. Hoe kunnen erfgenamen toch onderzoeken? Daar gaat het om. Ja, hoe kan je weten wat je als nabestaande nog kan cashen? Staat helemaal nergens. Het is allemaal ontwijkende antwoorden. Om informatie van een digitaal loket te krijgen, moet een erfgenaam aantonen dat hij erfgenaam is. Dit kan hij doen door middel van een verklaring van ik ben erfgenaam. Hè? Een verklaring van erfrecht. Dus je moet zeggen ja, ik ben erfgenaam en dan moet je een bon hebben, een contract. Ik ben erfgenaam. Voor de executeur is dit een verklaring van executelen. Oké, dat is iemand, dat is een soort plaatsvervanger. Je kan ook een echte arbeid. Ja, wat heeft het? Waarom is dit het enige? Wie heeft dat gedaan? Daar gaat het toch over? 10. Ook dan hier nog even de afsluiting. Het digitaal loket geeft overigens geen inzicht. Nou, gewoon helemaal niks. Dus. Welke stappen hebben wij nodig samen met de Europese Unie die door Rusland moeten worden genomen. Nou, even kijken. Oké, wij hebben Rusland sancties opgelegd met als doel dat Rusland bepaalde dingen gaat doen. Welke dingen willen wij dat Rusland gaat doen? Het kabinet volgt met zorg het recente optreden van Rusland. Vroeger was het beter. De Europese Unie, dat is de andere, heeft aangedrongen op de beëindiging van de steun aan de separatisten in Oost-Oekraïne. En beëindiging van de annexatie van de Krim. Ik heb nog nooit gelezen dat Poetin heeft gezegd, ik annexeer de Krim. Nou, zal wel.
Na de ramp was de hoop dat... Oké. Al voordat deze ramp plaatsvond, vond de EU al dat Poetin moest ophouden met te zeuren in de Oekraïne. Echt al. De vraag was, welke stappen? Is dat concreter, maar dat slaat nergens op. Kijk, een vaag antwoord. Toiletpapier is vaag. Welke stappen? Welke stappen? Niet langer de separatisten steunen in Oost-Oekraïne. Dat zal. Dat is volgens mij geen stap of zo, hoor. En die Oekraïners zouden ook beter moeten weten dat Poetin hun vriendje niet is. Maar... Wat is bekend over de Russische troepenontwikkeling rondom het grensgebied? Niet belangrijk. Wat wordt bedoeld met spanningen in het gebied en instabiele omgeving? Niet belangrijk. Spanning in het gebied, nou bijvoorbeeld... Er vliegt een vliegtuig van Nederland overheen en het wordt uit de lucht geknald met een geavanceerde militaire installatie. Instabiele omgeving. Nou, het is een omgeving, je vliegt er overheen met een Nederlands vliegtuig en er wordt uit de lucht geknald. Een burgervliegtuig. Gaat het om gevechten gevoerd tussen het Oekraïns regeringsleger en de rebellen? Zo ja, waarom worden die niet genoemd? Ja, het terughalen van de stoffelijke overschotten, het team, moest het werk doen terwijl er werd gevochten. De gevechten verplaatsten zich van dag tot dag. Dat was instabiel. En leidde tot spanning. Oké. Nou, dat was het dus. Wat wordt er bedoeld met spanning in het gebied? Nou, vanzelfsprekende instabiliteit. En dat leidde tot spanning. Nou, rond de rampplaats natuurlijk. Hè. Dat is een heel goed antwoord. Heel duidelijk. Vraag 12 is compleet goed beantwoord. Het is wel zo dat deze vraag niet beantwoord is. Die wordt even overgeslagen. Grappig is dat. Want er staat hier, we deden daar ons werk en er vonden gevechten plaats. Ja, en de frontlijnen verschoven. En hier staat een dubbele spatie. Volgens mij hoor. Met dit. En dit een enkele spatie. Ja. Dat is een dubbele. Knip- en plakwerk. Of type terwijl je de combinatie. Je hebt van die combinatie tussen. Muntdrop en groentjes. Van die menthol dingetjes. Dat werkt wel. Ja. Cocaïne en rode wijn. Minder. Hè? Maar goed, het is wel een vraag. Dus onze volksvertegenwoordiging heeft gewoon gevraagd.
gaat het om gevechten tussen het Oekraïns regeringsleger en die rebellen. Of heeft de lokale bevolking er schoon genoeg van? Of zijn ze ingevallen door Kalahar de Derde vanuit het oosten? Weten we dus nog niet. Kunt u bevestigen dat onlangs op het Oekraïnse Gromadske TV openlijk werd opgeroepen tot het uitroeien van een deel van de bevolking van Oost-Oekraïne? Wordt dit internetplatform nog steeds mede door Nederland gefinancierd? Nou, dat is een hele mooie vraag. Ik zou het wel willen weten. Is dat zo? Wij als Nederland financieren internetfora van buitenlandse personen. En op basis van wat voor criteria financieren we dan dat soort organisaties? Omdat ze pro-Holland zijn? Net als die van Anna Pavlova, of heet ze ook alweer? Dat is mooi. Ik zou echt per onmiddellijk een lijst willen van alle internetplatfora. Internetfora. Hoezo een internetplatform? Maar dat snap ik ook niet meer. Omdat subsidiëren wij? Ten koste van wat? Toen mijn dochter nog op die HAVO zat. Dat zeg ik heel netjes, hè? Ik zei die HAVO. Daar had ik ook iets tussenin kunnen zeggen. En toen kwam ze dus op een dag beteuterd thuis. En toen zei ze, pap, alle kinderen krijgen verplicht corvée-dienst. Want het geld voor de schoonmaakdienst is op. En wij zitten dus dit soort Oekraïense... dan snap ik ook wel dat als wij die Oekraïners hier allemaal een beetje poen gaan lopen geven... Nou, is er geen geld meer voor een schoonmaker voor de school van mijn dochter. Nou, shit happens. Niet huilen, Jantje, doorzwemmen. Nou. Nou, dit ga ik niet voorlezen. Nou, enkele Russische zenders, ik ga gelijk al braak, welke zenders dan, hebben gemanipuleerde beelden, waar blijkt dat dan uit? De Nederlandse ambassade steunt het Matra-fonds. Oh, mooi. Nou, dat kost dus allemaal poen. Kun je gelijk mee stoppen. Ik wil best dat wij als... wij gaan gewoon in Kiev het Matra-fonds stimuleren. Maar dan gaat Kiev, die gaat hier in Arnhem, Peri7.nl steunen. Dat vind ik het best. En dan ga ik gewoon extra vaak naar de kroeg. Ga ik extra veel accijns betalen. En het komt dan terug via de subsidie vanuit de Oekraïne. Naar mij. Maar dat gebeurt niet. In welke mate worden rechtsextremisten ingezet? Ja, die vraag kan ik gelijk al skippen. Want dit is een niet-existentialistisch begrip. Die bestaan niet. Tenzij je zegt van nou, bij een rechtsextremist, dan denk ik aan de tijd van Adolf. Adolf, ik moet dat weer goed uitspreken. Adolf Hitler. Het beste komt uit je bek, Adolf Hitler. Dat zijn dus katholieken.
die zijn van de paus. Dus in welke mate worden de mensen van de paus ingezet door Oekraïne? Voor om te vechten. Worden ze of zijn ze al aan het vechten? Wordt daar ook gebruik gemaakt van betaalde vechters? Zitten of zaten hier ook Nederlandse betaalde katholieke vechters? Dus je hebt katholieken en die worden gewoon gratis ingezet. Maar ook ingehuurd. En die zijn dan tussen haakjes katholiek. En die tussen haakjes katholieken zitten daar ook Nederlanders bij. Nou, het antwoord is dus gewoon bullcrap. Want dit zegt me niks. Een aantal Euromaidan-demonstranten, dat zegt mij niks. Want de vraag ging niet om Euromaidan-demonstranten, de vraag ging over katholieken. Of mensen van de paus die de paus geweldig vinden. En ik wou, oh, ik hou van de paus. Die armoedzaaier. Het is onbekend of tussen haakjes katholieke betaalde soldaten meevechten. En het is onbekend. Het is gewoon onbekend. Dit is allemaal rechtsextremistische milities. En met rechtsextremistisch bedoel ik nogmaals die mensen van Adolf Hitler in die tijd. Maar ook die jongens van Jozef Stalin, die waren ook niet zo grappig hoor. In uw brief stelt u unilaterale militaire actie door Rusland zal worden gezien als een schending van het internationaal recht. Is hier met terugwerkende kracht sprake van? Snap ik niet. Nee, helemaal niet. Naar het oordeel van het kabinet is er op dit moment geen sprake van feiten op grond waarvan dit oordeel geveld zou kunnen worden. Ja, geweldig. Dus, de vraag was natuurlijk, wat is de vraag eigenlijk? Er is toch geen unilaterale militaire actie door Rusland plaats. Die heeft Rusland toch niet gedaan? En die brief die zal wel van na 17 juli zijn. Oké. Dit is 16AB, dan wordt het weer lekker gek. In hoeverre, ik pak deze even. In hoeverre wordt met de stelling dat de Europese Unie een grotere verantwoordelijkheid moet nemen voor haar eigen achtertuin bedoeld dat de lidstaten van de Europese Unie, dat is weer vies, want hier staat EU en daar staat Europese Unie uitgeschreven, meer dan nu het geval is, bereid moeten zijn militair in die eigen tuin achter. Nou, dit durf ik echt bagger. Ik woon sinds jaar en dag in Nederland. Ik ben geboren onder Amsterdam. En ik woon tegenwoordig in Arnhem. En ik ga wel eens naar Friesland. Of Schiermonnikoog. En de Achterhoek, dat is mij al een beetje te dicht bij Duitsland. En als je dan de grens overgaat, dan denk ik, wow, ik ben in Duitsland. Ik heb helemaal geen achtertuin in de Oekraïne. Ik niet. Maar iemand wel. En die moet je in de gaten houden.
En die persoon die liegt tegen je. Die liegt zo kledderhard. Dan krijg je het laatste echte antwoord. De ring van instabiliteit die de Europese Unie omgeeft. Ik zou niet weten wat het is, hè? Heeft directe gevolgen voor onze veiligheid en economie. Wij kunnen niet van de Verenigde Staten verwachten in ieder denkbaar geval klaar te staan om onze belangen te verdedigen, om ons daarin bij te staan. Oké. De Verenigde Staten . We hebben het toch gewoon over een Nederlands vliegtuig. Van Schiphol opgestegen. Ja, toch? Hebben we nou de Verenigde Staten nodig? Of de Verenigde Naties? En die moeten ons helpen. Erg. Nou, dan zijn ze uitgeluld. Oh, dit is een doorlopend proces waarbij effectiviteit van het externe optreden van Nederland en de Europese Unie voor het kabinet centraal staat. Ik weet echt niet wat ze hier bedoelen. Wat is het externe optreden van Nederland en de Europese Unie? En het kabinet ziet erop toe dat Nederland effectief optreedt of zo? Ik dacht dat het kabinet opdracht had moeten geven om per 17 augustus in de middag, zo gauw ze het wisten, om gelijk 24 man op Schiphol te hebben. En een team erachter met transporthelikopters. En een paar honderd man ambtenaren erachter die als een idioot gaan bellen met ambassades. Ook de Duitse ambassade. In de Oekraïne. Dus de effectiviteit van het externe optreden van Nederland en de Europese Unie, nou, dat was nul. Dan zijn ze uitgeluld. En ik ben ook bijna uitgeluld. Dan gaan ze nu afdwalen. Gaan ze het hebben over Irak. Nou. Ik weet niet wat Irak te maken heeft met de MH17. Maar misschien dat jullie dat weten. Nou, mijn e-mailadres is perry7@mac.com. Dan krijgen we hier dan iets over de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië. Militaire ondersteuning te willen tussen haakjes. Wat is willen tussen haakjes trouwens? Midden-Oosten, vredesproces Gaza. Nou, dat zal wel. We zullen het er meer over gaan hebben. Ja, we hebben het over de MH17. We hebben de hele tijd verteld van, ja, kijk mensen, het is gewoon zo. Wij zijn ontzettend goed bezig. Maar je moet ons wel ons gang laten gaan. En als wij gaan vertellen waar wij mee bezig zijn, ja, dan gaat alles mis, snap je wel. Dat snap je toch ook wel. Hè? Kijk, er zijn er 200 dood. En zo dadelijk zijn jullie in 2016, als Perry hierover gaat praten, zijn jullie weer zoveel jaren verder. Ben je het al lang weer vergeten, joh. Kom op. Nou, dan krijgen we hier over Israël. Ook altijd heel leuk. Ja. Ook heel belangrijk. Krijgen we het antwoord op vraag 23. Nou, dit is dit antwoord, weet je. En nog even over Libië. Heel belangrijk. Met EUBAM. Ik zou niet weten wat EUBAM is.
We hebben al gezien over de Europese Unie en dan EU en MH17. Maar wat is nou EUBAN? En de OVV en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ik weet niet wat de EUBAN is. Hè? Nou, de EUBAN staat hier weer en dan nog een keer EUBAN. Dat zal wel kunnen. Ik ben razend benieuwd naar wie heeft dat vliegtuig met die 200 Nederlanders neergehaald. Dat vind ik interessant te weten. Vind ik ook echt een reden om belasting te betalen. Wat is dit voor een rare afkorting? ECHO? Ik ken het helemaal niet. Europese Commissie Humanitaire Aid Office. Maar die A die staat niet in die afkorting. Nou, dat zal weer kloppen. Een psychosociale steun voor 4000 gezinnen. Nou, dat is mooi, man. Allemaal slachtofferhulp. En het mooie van slachtofferhulp is, je hebt wel slachtoffers nodig. Je moet dus een team klaar hebben die gaat zorgen voor de slachtofferhulp. En je moet dus een voorbereidend team hebben die slachtoffers maakt. Want je hebt niet zomaar slachtoffers. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het toenemende geweld in Libië? Voor de regionale veiligheid. Welke acties van welke actoren zijn nodig om de gevolgen van dit geweld te beperken? Nou. We gaan ervan uit dat het toenemende geweld in Libië geen per onmiddellijk gevolg heeft voor de omgeving van Libië. Maar misschien wel in Libië zelf. En wat moeten we daaraan doen? Oh, sorry, ik kwam tegen de microfoon. Nou, een heel mooi antwoord, dat kan je echt al zien. Vanwege het gebrek aan een effectieve grensbewaking kunnen de omvangrijke wapenarsenalen die zich in het land bevinden nu ook voor andere conflicten in de regio worden gebruikt. Nou, maak je borst maar nat. Hè. Is al lang gebeurd, hè. Dit was voor Syrië volgens mij. Is het voldoende mogelijk de burgerbevolking in Libië te bereiken via de EU-hulpprogramma's? Zo ja, waar blijkt dit uit? Zo nee, welke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat hulp de burgerbevolking beter bereikt? Ja, het heeft als laatste, het heeft helemaal niks te maken met de MH17. En dan kan je daar tegen inbrengen van ja, kijk. Terug. Aan het begin. Het was een verslag buitengewone raad van buitenlandse zaken. En brieven. Gewoon geouwe hoer in de ruimte. Want ja, kijk, je bent de regering. En je bevolking die moet binnenkort echt van overtuigd zijn dat ze 27% belasting gaan betalen over de BTW dan. Hè. De loonbelasting die gaat zo dadelijk wel een beetje omlaag, denk ik wel.
Maar het blijft geld kosten en je moet dan als overheid toch iets van een product hebben. Dus dan maken ze dit. En dan krijg je gewoon te horen dat er gewoon, nou, ja. Je moet gewoon morgenochtend weer gezond weer op. Lekker aan de slag. Gewoon je mond houden. Omdat er dan een vliegtuig over de Oekraïne vliegt. Op basis van een goedgekeurd vliegplan. En iemand heeft daar dus een goedkeuring aan gegeven. En wie dat is, dat weet jij niet. En de volgende keer, dan vliegen ze jouw vliegtuig eroverheen. Dan kan jij het ervaren hoe het is. Zullen ze niet doen hoor, want kijk, het waren maar 200 Nederlanders. Nou, om het maar zo grof mogelijk te zeggen. We hebben er momenteel 20 miljoen. Wat zijn 200 Nederlanders op 20 miljoen? En ze kletsen maar wat. En het kost een partij geld, jongen. Wil je niet weten. Je moest eens weten hoeveel geld wij zouden kunnen hebben. Als we dit soort jokers niet zo duur zouden betalen. Kijk, een scheiding, hè? Dat is op zich vervelend. Maar wat het nog vervelender maakt, is dat het altijd met een soort van notarispersoon erbij komt. En die fietst er vandoor met een paar honderd euro. Ja, dat is een soort van gier. Een lijkenpikker. En dit zijn ook lijkenpikkers. En ze pikken ons dode verstand. Ze lachen ons uit. Zij weten dit. Zij schrijven dit op. Ze laten het elkaar lezen. Ze lachen zichzelf een kriek. En dan weer verder. En nu maar kijken hoe hoog we de btw kunnen krijgen. En wij verdienen niet beter. Dit is ons lot. Want dit document, dat is van, nou, van 2 jaar geleden. En 2 jaar geleden, op 18 augustus, wist ik al dat dit hele zaakje stonk als de hel. En iedereen in mijn omgeving die zei, ja, shh. Of ze werden kwaad. Maar nu is het toch wel duidelijk, of niet? En ik denk voor de meesten niet. Ik denk dat heel veel mensen gewoon zelf in een MH17 moeten zitten. En dan gewoon zien dat ze inderdaad zonder parachute kunnen belanden in een eikenboom. En dat ze dan denken van, misschien had Perry Franciscus Martinus Winkel toch gelijk. Ik bedoel dat satirisch hoor, dat is gewoon niet boos of zo. Gewoon om te lachen. Nou, ik ga een beetje bier halen bij de supermarkt. Ik ben ongelooflijk blij dat ik van dit document af ben. Ik ben hier echt klaar mee. Ik wil eigenlijk nog wel. Dit is eigenlijk wel de allerleukste. Dit is zo onvergeeflijk. Even kijken of ik nog. Gewoon voor de grap. Hoe komen ze hiermee weg? Kijk, ik heb dit gevonden. En dit is gewoon een blatante fout. Hè. Er staat ook ergens een de. Zoek er nog even op. Dus voor de fun.
Dus dat is moeilijk te vinden. Oh jee, straks zit ik hem niet. Hij zat er toch echt in al? Je kan hier dus niet zoeken op. Letterlijk niet. Ja, ja, wel. Haha, haha. Ik ben de betere programmeur. Gedetailleerde informatie over de uitvoering van de zoekactie. Ja. Kijk, vijfde klas, lagere school, was het al onvergeeflijk. Dit doe je toch niet? En dit heet Babylon. Hier is een baby aan het typen geweest. Een onbekende met de werkelijkheid. Die alleen maar dacht van, oh, even typ typ. Ja, ja, klaar hoor. En daaronder, convoy, spatie, commandant. Dat klopt niet. Ze zat het helemaal vol met spelfouten. Nou, dat was een goede samenvatting. Dat is een mooi stuk. Er zijn 200 Nederlanders gechopt. Gelukkig waren er ook een aantal Maleisiërs bij. En, het schijnt ook Belgen. En Australiërs schijnen er ook in gezeten te hebben. Dus het was wel gedeelde smart, halve smart. En onze regering die heeft dus van de Oekraïne een contract gekregen per dinges 28 juli of zo. Wij kregen de leiding voor het onderzoek. En we hebben dus hier een verslag na vier, vijf weken over de uitvoeringen van de zoeksactie. Well, die Oekraïners hadden dat beter zelf kunnen doen volgens mij hoor. Ik wil niet zeuren, maar... Oh, dit is echt abominabel van kwaliteit. Ah, hartstikke fijn dat jullie dat uitgeluisterd hebben. Ik hoop dat er binnenkort niet een MH18 komt. Want dan moet ik dit soort baggeren nog een keer gaan doornemen. Dus ik hoop dat het voorlopig even rustig blijft. En dan heb ik vast nog wel wat andere dingen die ik kan bespreken hoor. Er is zoveel bagger gemaakt. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dus heel veel liefde aan jullie. En op zijn Duits. Hoewel er niet per se Duitsers bij de MH17 betrokken waren. Maar toch op zijn Duits. Zeg ik tjus. Dag lievers.